en promotie! Hoi allemaal, ik ben Marina en ik ben blind, maar ik ben niet gehandicapt. Like en subscribe en welkom bij weer een nieuwe Doppelvlog video. Joehoe! En promotie! Nou, ze heet Isabella, ze is 17 jaar. Haar kanaal gaat over paarden en Amerika. Ja, jullie horen daar zo meer over. Ze heet Isa Things. En ja, ze maakt vooral de paardenvideo's over haar twee ponies. En over Amerika, omdat ze, over dat ze daar nanny is geweest. En ponykampleidster. Dus dat lijkt me echt zo cool om ponykampleidster te zijn. Oké. Ze vraagt zich af hoe ik elke dag kan uploaden. Ja, daar heb ik heel lang zeggen ja op geoefend, maar het lukte wel gelijk in één keer om elke dag te uploaden. Na een paar maanden gewoon YouTube, heel soms een videootje. Maar zij probeert elk weekend te uploaden, maar dat lukt niet altijd. Haar hobby's zijn paardrijden, paardenboeken lezen. Oké, net als ik. En reizen. Ze houdt heel erg van paarden en konijnen. En ze houdt niet van huiswerk, pestkoppen en pindakaas. En dat laatste, omdat ze het vindt stinken. En die andere twee, ja, dat snapt iedereen wel, toch? Maar ja, ik ben er al op je geabonneerd. Je hebt echt een superleuk kanaal. En abonneer zelf ook even allemaal op haar. En neem sowieso een kijkje. Nou, ja, dat was hem. En nu gaan we naar de Doppelvlog! Hallo! En we gaan vandaag een Doppelvlog doen. Alleen dan niet van dit verzin. Ik heb er daarvan nog wel een, maar die doen we binnenkort. Maar van een troepjeswinkel hebben we alles gekocht. Dus ja, ik weet niet of dat goed is. Dus we gaan met deze beginnen. Ja, is goed. Ja, ik weet hoe die werkt. Wacht even, het is eigenlijk meer voor buiten dan ik. Ja, oké. Ik moet uitkijken, Boel. Max, even goed zijn. Max, uitkijken, Max. Hij heeft hem al een keer tegen zijn bal aan. Kom maar, Max. Kijk, volgens mij, ik moet even inkomen. Ik weet wel hoe het moet. Je moet hem misschien iets korter maken. Nee. Wacht even, ik doe het even in het midden van de kant. Dat is even iets wat handiger. Dus ja, hier kan je doen. Eigenlijk wel voor die tv. Dan zit het basje. Deze doen. Ik heb geen idee hoe werkt. Oh ja, hij moet volgens mij hierop en dan moet je hem. Nee, ja, en dat werkt. Oké, dat werkt. Mag ik eens proberen? Ja. Ik draai niet echt. Ga jij maar iets proberen. Maar moet hij dan niet hierop of zo? Ja, maar je moet hem volgens mij zo en dan zo draaien dat hij uiteindelijk gaat. Oh ja. Maar hij blijft daar niet op zitten. Oké, dus ga één keer proberen om hem al hier op te doen. Leuk. Woe! Dit wordt hem niet meer. Nee. Dus dit is een vlog. Gaan we nu over naar de laatste. Die moet je zeg maar zo en dan moet hij in die komen. Dus het is... Oh ja, dat is wel grappig. Dat is wel leuk. Wacht. Jij mag zo. Doe gewoon te bewegen op dat ding. Ja. Wij moeten even kijken waar dat gaatje is. Oeh, bijna. Het is echt grappig hoe dat ding beweegt. Het is echt, ja. Oh my god. Ja. Oké, ja, maar. Ik denk dat er een magneet op het ding zit. Ja, het is een balletje. Oh, dat klopt echt niet. Wow, die. Kijk, nou, je zit er. Ja. Wat? Dat ding gaat hard. Dat ding, als die uiteindelijk gaat, gaat die best wel snel. Ja, dat is een beetje irritant. Oeh, hij rolt ook de hele tijd. Maar kan je niet mee? Ja, het kan wel, maar moet je wel goed doen. Wow. Maar in het reis gaat hij de hele tijd gewoon rondjes. Ja, dan moet je er weer in. En dan moet je nu weer proberen om daarin te krijgen, alleen dan gaat hij te snel, dan duikt hij er ook in. Ja. Wow.
Het is wel grappig om te doen. Ja, het is echt heel erg. En het is een heel raar gevoel in je handen. Het is best wel verslavend. Ja. Bijna, hij rolt er de hele tijd zo overheen. Nou, het is wel leuk. Ja, het is wel leuk. Dus dit is een pakje? Ja, is goed. Hey, hij is erin. Ja, we zijn toch niet komen. Dus dit is een Tommy. Nou, deze, die hadden we een lang geleden. Met Esme en Sengel, toch? Ja. Oh, het is wel erg moeilijk. Ja, maar deze, nou, maar die moet je om je been. Dus je lijkt een beetje op die Emma in. Dus gaan we even proberen. Het ziet er echt gewoon niet op. Wat? Ik moet een beetje kort doen. Wacht, hoe gaat het als je het zo goed doet? Je moet het echt vooruit doen, anders is het moeilijk. Wacht, ik ga het proberen. Ik kan niet, ik kan niet. Ik zet mijn voet dan niet meer. Ik kan niet met die andere voet springen. Zullen we zo meteen nog even afwisselen? Wat? Zullen we zo meteen nog even afwisselen? Ja. Oh. Ik kan er naar beneden gewoon. Wacht. Voor de keer op de manege. Gaat die manina zo mee en heel veel kinderen vinden dat zielig. Ja. Maar het is niet zielig. Een floppy. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer allemaal mijn kanaal. En dan zien jullie mij morgen bij de volgende video. Joehoe! Joehoe!